Goedemiddag en welkom bij een nieuwe video van de treinreiziger. Ik sta in Antwerpen op het prachtige Centraal Station. Het is vandaag op deze bloedhete 12 juli 2022. Het is momenteel 30 graden. Neem ik jullie mee richting Essen, het laatste station in België. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe de meest oncomfortabele trein, althans de trein de meest oncomfortabele trein te zijn, de Desiro, daadwerkelijk is. In deze video gaan we dus reviewen het comfort van de Desiro. Veel kijkplezier! Inderdaad, vandaag gaan wij dus de Desiro reviewen. Dat is een treintype van de fabrikant Siemens. Deze rijden in België rond, zowel als Intercity, lokale trein, de L-treinen en de stoptreinen, de S-treinen. Ook wel de, bijvoorbeeld de S32, S34. En vandaag gaan wij dus op de S32 de trein richting Essen. Er rijdt ook nog een verbinding naar Roosendaal. Die wordt gereden met een trein van het type Varkensneus. Kijk ervoor op mijn vorige video. Ik ga laten zien hoe comfortabel de trein daadwerkelijk is. We gaan eerst naar Perl. Want voor de S32 moeten we niet hier zijn, maar we moeten naar spoor 22. En waarom gaan we hier dan dus het comfort van review? Nou, ik hoor van heel veel mensen dat die echt totaal niet comfortabel is. Dan was ik dus benieuwd, dus vandaar. Op naar spoor 22. Dit hier is de S32 uit Roosendaal. Dit is dus een trein van het type Varkensneus. AM75 rijdt al sinds 1975 in dienst van de NMBS. En dat wordt mijn trein. Twee minuten vertraging vertrokken uit Antwerpen op naar Essen. Dankjewel, nu is het tijd voor de comfortreview van deze trein, daar gaat het om. Nou, dit schijnt dus de minst comfortabele trein van België te zijn, volgens velen. Nou, ik ben wel benieuwd. Eerst en vooral, de stoel is redelijk dun aan de bovenkant, tenminste het is niet zo heel breed. Kijken we naar de beenruimte, als ik even goed ga zitten, is die meer dan ruim voldoende. Verder heb je geen tafel, ook geen voetensteuntje. Ook geen stopcontact, die zitten in de meeste Belgische treinen er ook niet in, behalve dan daar in het plafond, maar ook niet hier. Ja, dan het comfort, hier heb je het overigens nog een heel van de haakje. We komen nu aan Antwerpen Noorderdokken. Nou, dit zit nog enigszins, maar dan dit. Dit zit zo verschrikkelijk slecht. Wat voor duidelijkheid. Dit zit echt zo verschrikkelijk slecht. Echt ondermaats, gewoon slecht. En dit materiaal wordt dan ook nog eens ingezet op een Belgische Intercity. We staan nu stil op het station van Capelle. De trein is zo goed als leeg, dus ik heb weer even de tijd om de rest van de trein te reviewen. Mondmaskers zijn niet meer verplicht. Het is nu tijd voor het toilet. Nou, kijk eens, zo moet hij dan op slot. Zo dan, of nee, aan de kant. Ja, zo. Nu is hij op slot. Ja, het toilet zelf. Vrij basis. Daarmee kan je doortrekken. Dit is de noodknop en dit is de nou. Dan het waterding, wat niet doet. Zip, doet wel, maar ja, het is geen water. En de droger, ja, is ook al kapot. Dus nou ja, dat is de droger. Die doet dan weer wel. Maar het belangrijkste, dat is kapot. Daar heb je dus niks aan. Een zeer ruime fietsenstalling. Nou, aan de achterkant is het nogal redelijk druk. Dus mensen, ik loop nu helemaal naar voren. Daar is momenteel niemand. Dus het is een tijd voor de eerste klas. Oh ja, nog belangrijk, je hebt hier een prullenbakje en een klein tafeltje in een vierzits. Dit is dan de eerste klas van de Desiro. Nou, het zijn zo'n beetje dezelfde stoelen als in de tweede klas, alleen een iets ander stofje. Hetzelfde tafeltje, prullenbakje, nog steeds geen stopcontacten. En daarachter een noodhamer. En ja, nou goed, het comfort. Dit zit nog redelijk. Maar kijken we even hier. Ook dit is ver onder de maat voor een eerste klas. Nou, tot dusver mijn conclusie over het comfort van deze trein. Het is zowel in de tweede klas als in de eerste klas
ver onder de maat. Dit zou je beter op een tram kunnen inzetten, wat mij betreft. Want dan zijn de afstanden korter en dan voel je de stoel een stuk minder na een tijdje. Dit zit gewoon echt voor geen meter. Tot slot, mocht je hier zitten, de stoelen staan niet lekker naast het raam. Dus je hebt meestal één helft geen uitzicht, andere helft wel. Dus ja. Overigens zijn er ook nog pluspunten aan deze trein. De trein trekt snel op, heeft snel de maximum snelheid van 160 bereikt. En de airco is top. Zeker handig bij temperatuur van 30 graden zoals vandaag. En na een rit van bijna 50 minuten met maar liefst 3 stellen aan Desiro, aangekomen op het eindstation van deze trein. Voor de S32, station van Essen, vlak voor de grens met Nederland verderop. Als ik die kant op wijs, daar ligt de grens met Nederland. Het station van Essen, en ik heb hier een overstap van maar liefst 40 minuten op de volgende S32, die wel doorgaat naar Roosendaal. Staat hier verschrikkelijk aan, dus ik mag hier nog 40 minuten in de brandende zon gaan wachten. Dit is ook nog leuk aan België. AVG, dat is aanwijzing verrichting gedaan, dat is voor de vertrekprocedure. De camera heeft er moeite mee, maar er staat op het scherm de S32 naar Antwerpen Centraal. Normaal gaat die door naar Puurs, maar gaat nu maar door tot Antwerpen Centraal. Dus er is waarschijnlijk iets aan de hand. En hier op het station van Essen, even onder een afdakje gescholen, want de zon brandt echt op mijn lichaam. Tot zover mijn review over deze trein, de Desiro. Ik ben het wel met de rest eens. Ik vind het wel een van de minst comfortabele, zo niet de minst comfortabele trein van België. Zit voor een meter, stoelen zitten niet deftig aan het raam. Ja, je kan dit interieur kun je net zo goed ook op een tram inzetten, want het zat echt gewoon voor geen meter. Dus ik ga niet graag nog een keer met de Desiro reizen. Dat is na deze reis al duidelijk. Desondanks was het wel leuk om te reizen vanuit België richting de Nederlandse grens. Ik moet hier nu nog een minuut of 35 wachten op de volgende trein die wel doorgaat naar Roosendaal. Dat wordt dan weer gereden met een iets wat comfortabelere trein, namelijk een Varkensneus AM75. Tot zover dan ook deze video over deze trein hier, de Desiro. Kan je de trein in België vermijden? Nee is het antwoord. De reden is heel simpel. Hij wordt overal in België ingezet op S-treinen, L-treinen, intercities. Zelfs op de kust, express de tijdelijke trein in de zomer richting de Belgische kust wordt hij ingezet. Dus ja, ik wens je veel succes als je naar België gaat. En dan wens ik je ook zeker veel succes als je een Belgische Desiro wilt vermijden. Want dat gaat niet lukken. Ik ga je dan nu ook de video afsluiten op het bloedhete station van Essen. Het is momenteel 30 graden. Laat een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal. Laat een leuke reactie achter. En om in Belgische termen te blijven. Tot de volgende. Of nu. Salut.